Dank nogmaals aan de informateur voor zijn werk en ook voor zijn antwoorden net. Ik kan me beperken tot de motie die ik indien om te komen tot de volgende ronde. De Kamer gehoort de beraadslaging kennis genomen hebbende van het verslag van de informateur en het daarin opgenomen advies ten aanzien van de kabinetsformatie wijst op grond van artikel 11.1 van het reglement van orde de heren Albert Dijkgraaf en Richard van Zool aan als informateurs met als opdracht om, met inachtneming van dit verslag, de mogelijkheid te onderzoeken van een programmakabinet op basis van een akkoord op hoofdlijnen tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB, dat kan rekenen op zo breed mogelijke steun in de volksvertegenwoordiging en deze opdracht binnen uiterlijk 8 weken of zoveel eerder als mogelijk is af te ronden en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, ik zeg in deze motie 8 weken en ik zou dat graag willen toelichten. We hebben allemaal, althans alle 4 de fracties die naar ik mag aannemen deze motie gaan steunen, het voornemen om als het kan om dat eerder te doen. Wat ons betreft, als het in 4, 5, 6, 7 weken kan, gaat het in 4, 5, 6, 7 weken. Maar wij hebben besloten om de informateurs die deze klus moeten gaan klaren te vragen wat zij, als de specialisten die ons moeten begeleiden, welke termijn zij redelijk vonden om te gebruiken. En zij hebben ons allebei geadviseerd, als wij het doen, dan zouden wij er graag 8 weken voor willen hebben. Daarom staat de 8 weken, maar ik kan namens de partijen zeggen dat als het eerder kan, dat we het natuurlijk eerder zullen doen. De heer Timmermans. Ja, voorzitter, ik ben blij met deze woorden van de heer Wilders, want het zou mijn liefding waard zijn als we nog voor het meireces over de resultaten zouden kunnen debatteren in deze Kamer. Want als je het meireces meetelt, dan ben je zo alweer 2 weken verder en dan zijn we pas weer waarschijnlijk eind mei, begin juni in staat om hierover te debatteren. Dus ik spoor u graag aan om te trachten ons weer een verslag te doen uitbrengen door de informateurs voordat we op meireces gaan, zodat we daar ook nog voor het meireces over kunnen debatteren. Voorzitter, ik ben het daar niet eens mee oneens. Wij doen ons best, maar formeel staat in die motie dat uiterlijk binnen 8 weken dat verslag zal komen. Dus ik kan u niet nou beloven dat het voor het reces komt. Ik kan u beloven dat wij ons uiterst best zullen doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar u weet, de laatste wijziging van het reglement van orde staat niet toe dat termijnen worden verlengd. Daarom hebben wij ook geluisterd naar de adviezen en de verzoeken die de beide informateurs ons hebben gegeven. Voorzitter, geen misverstand daarover. Ik vraag u een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Gaan we doen.